Maandagmiddag, 1 uur lieve mensen. En superleuk! Diabetes Plus is weer live. Ik ga heel graag, ik hoop dat jullie nog een paar van jullie aan de boterham zitten, zodat jullie lekker mee kunnen kijken en mee kunnen luisteren. Want ik ga vandaag, en dat vind ik echt superleuk, met Ralf Winkler in gesprek. Ralf en Angeles hebben samen een prachtige, super toffe zoon, Mick. En Mick heeft type 1 diabetes. En Ralf en Angeles hebben de Winkler Wings Foundation opgezet om aandacht te vragen voor type 1 diabetes. En als je aandacht wil vragen voor type 1 diabetes, dan heb je ons Diabetes Plus natuurlijk. En ze gaan iets fantastisch organiseren. En daar ga ik het nu met Ralf over hebben. En daar kijk ik ontzettend naar uit. Ontzettend fijn om met Ralf in gesprek te gaan. En ik ben ze op 14 november, Werelddiabetesdag. Hè? Ik weet helemaal niet of iedereen dat met type 1 diabetes in zijn agenda heeft staan. Maar 14 november, elk jaar op 14 november is het Werelddiabetesdag. En dan gaan wij iets super tofs doen. Dus met de Winkler Wings Foundation, want zij hebben een benefietconcert, zijn zij aan het organiseren. En alle opbrengsten daarvan, die gaan naar Diabetes Plus. Het wordt, denk ik, echt een fantastische avond. Ik kijk er echt ontzettend, ontzettend naar uit. Sorry, technologie, lieve mensen. Ik hoop dat dat Ralf er zo bij komt. Maar anders, dus jullie kennen me langer dan vandaag. Hè? Dus ik klets de tijd ook gewoon eventjes vol totdat Ralf erbij is. Maar op 14 november, Werelddiabetesdag. Dan gaan wij samen, nou ja, niet samen moet ik zeggen, want de Winkler Wings Foundation, Ralf en Angeles hebben echt een fantastisch programma opgezet. Dus we gaan feest vieren in de Nieuwe Noor. In het teken van heel veel plezier, maar ook in het teken van heel veel, aandacht geven aan type 1 diabetes. Want lieve mensen, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Het is gelukt, Ralf. Je bent live. Je bent live. Ja. Hoi. Ik zei het al aan alle mensen thuis. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, maar alle aandacht voor type 1 diabetes, dat blijft natuurlijk ontzettend belangrijk. Ja. En we gaan op 14 november een feestje bouwen met elkaar, Ralf. Absoluut. Ja, dat gaan we doen. Ja, hartstikke tof. Hey, ik stelde je al even heel kort voor, Ralf, voordat je erin was. Super tof dat je nu even in deze Insta Live bent. Maar Angeles en jij, je vrouw en jij, hebben een fantastische puber met type 1 diabetes. Ja. En jullie hebben de Winkler Wings Foundation opgezet. Zou jij even ons mee willen nemen van waar deze foundation en van waar zo ontzettend je betrokkenheid, Ralf, bij type 1 diabetes? Ja, nou, ik kan wel even uitleggen hoe het allemaal begonnen is, zeg maar. Eerst krijg je je diagnose natuurlijk. Hè. Je kind heeft diabetes type 1. Dat is een stukje acceptatie dat je op een gegeven moment moet gaan doen. Nu zat ik al behoorlijk dicht bij het hele diabetes verhaal, omdat ik bij Medtronic werkzaam ben. Voor de afdeling diabetes, zeker al 13 jaar. Dus, dat is waanzin toch eigenlijk? Ja, dat is heel vreemd. Vooral omdat je je dagelijkse werkzaamheden eigenlijk alleen maar bezig bent met diabetes, pompen, spullen, manuals, alles. En dat zie je heel erg voor je. Maar het is wel heel anders hoor, dan dat je er op een gegeven moment zelf mee geconfronteerd wordt als vader van een kind, van een patiënt. Dat maakt het, buiten het feit dat je werk heel anders maakt, gaf ik al aan dat je, eerst je acceptatie, dat hele proces ga je doorheen. Hoe doe je dat? Hè? Ik denk iedereen dat anders doet. Hoe accepteer je dat? Hoe ga je daarmee om? Hoe leer je daarmee omgaan? Hoe leer je daarmee dealen? En ik ben muzikant. En ik ben niet anders gewend dan mijn emoties en bepaalde dingen die ik meemaak om te zetten in muziek. Dat heb ik mijn hele leven al gedaan. En dat heeft mij ook altijd heel veel geholpen. Ja. Het is altijd een rode draad, altijd in mijn leven geweest.
En dat heb ik op deze manier nu ook weer gedaan. Dus wat ik heb gedaan is een lied geschreven voor Mick en over Mick en over de ziekte en over het hele proces waar je in terechtkomt als je hiermee geconfronteerd wordt. En toen had ik het idee van, nou, dan wil ik het ook uitbrengen. Dan wil ik het ook goed op alle streamingsdiensten uitbrengen. We willen een clip maken, we willen daarmee verder. En we willen, toen had ik precies van, nou, dan wil ik ook dat alles wat er ook maar inkomsten binnenkomt, zeg maar, voor dit lied, naar goede doelen gaat. Dat we er ook echt iets heel positiefs mee doen. En dan kom je in, hoe ga je dat doen? Hè? Hoe moet je dat dan sturen? Hoe moet je dat regelen? En toen kregen we de tip, nou, dan is het handig als je dan een foundation opricht. Ja, dan komt het van het een op het ander. En dan opeens zit je midden in een fase dat je een stichting, een foundation bent aan het oprichten. Ja, Dus bizar. dat hebben wij gedaan. Nu is die stichting er. In eerste instantie dus voor dat lied, hè, om daar inkomsten mee te genereren. En toen dachten we van, ja goed, als we de stichting dan toch hebben, dan kunnen we er misschien ook nog iets meer mee doen. En toen hadden we wel bedacht van, nou, het is wel heel leuk om initiatieven, zeg maar, te nemen. Maar het moet wel allemaal een link hebben naar muziek. Dus het moet muziek gerelateerd zijn. En toen kwamen we opeens op het stoute idee om een benefietfestival te organiseren. En toen dacht ik van, ja goed, dan, waar ga je beginnen? Nou, je begint natuurlijk altijd in je eigen netwerk. En nou, ik heb inmiddels in mijn jaren als muzikant toch wel behoorlijk wat mensen leren kennen en een behoorlijk Hey, netwerk op. want Ralf, je werkt dus voor Medtronic, hè? Je hebt ook je handen vol. Ik bedoel, voor ons type 1ers is type 1 diabetes een fulltime job daarnaast. Maar ook voor ouders is dat natuurlijk zo. Maar je speelt dus ook nog allemaal in bandjes en zo. Ja, Waar dat klopt. haal je de tijd vandaan? Ja, weet je, dat valt op zich wel mee, hoor. Oké. Want kijk, je hebt natuurlijk andere mensen hebben als hobby in het weekend voetbal of Ja. handbal of weet ik veel, wandelen of kitesurfen. Of, weet je, je kunt een heleboel dingen verzinnen. En mijn ding is muziek. Ja. En nou ja, en hoe vaak treed ik op? Nou, de laatste tijd toch zeker wel wekelijks, zeg maar. Wauw. Ja, maar het is ook een heerlijke uitlaatklep, hè? Dus Dat het kan ik is. me zo voorstellen. En je zei het ook al, hè? We gaan zo helemaal naar die 14 november toe en met welke bands en alles. Maar je zei ook zo mooi, dat raakte me ook wel, Ralf, dat je zei, hey, muziek is mijn manier om mijn emoties ook te uiten. En maar daar heb je het nummer ook voor Ralf geschreven. Voor Ralf, jij hebt dat nummer geschreven voor Mick. Want als vader en als ouders komt er natuurlijk ook de wereld op je af na die diagnose. Zeker. Ja. Tuurlijk, ja, je moet ten eerste moet je natuurlijk moet je gaan accepteren dat je kind chronisch ziek is. En dat niet verandert voorlopig, zeg maar. Heel lang. Nee. Dus dat is een acceptatie die je als eerste moet hebben. En dan, ja, je komt in dat ziekenhuis terecht. Althans, Mick heeft een week wel in het ziekenhuis gelegen omdat zijn waardes tijdens de diagnose zo hoog waren. Dat moest eerst allemaal naar beneden. Dus dat lichaam moest eerst een beetje op temperatuur komen, zeg maar, voordat we überhaupt iets konden. Maar goed, dan ligt je kind in het ziekenhuis en dan ben je A bezig met die acceptatie en dat verwerken. Ja, en dan krijg je natuurlijk, dat hoef ik jou niet uit te leggen, en niemand van de type 1ers, een berg aan info over je heen. Wat je allemaal moet gaan doen en spuiten en insuline en dit. En daar komt zoveel op je af. Het managen van type 1 is, ja, dat is gewoon een fulltime job, weet je wel. Dus allemaal dat moet je, in die eerste week komt het allemaal op je af. Is er dan wel, dat vraag ik me wel eens af, Ralf, en ik hoop dat ik het aan je mag vragen, maar omdat er zoveel op je afkomt, is er wel tijd voor verdriet? Is er ruimte voor verdriet in je lijf dan op zo'n moment, of komt dat pas later? Ja, gedeeltelijk wel, zit natuurlijk wel, maar bijna niet. Want je krijgt de kans niet om dat verdriet toe te laten. Want dan komt weer een diabetesverpleegkundige binnen, die gaat je weer wat uitleggen over dit. En dan komt er een diëtiste binnen, die gaat je weer wat uitleggen over dat. En dan komt die binnen en dan gaat je weer. Dus je krijgt eigenlijk helemaal niet de kans om dat verdriet, zeg maar, toe te laten.
Dus dat komt dan wel later. Ja. En ja, goed, mijn manier is dan om het van me af te schrijven en een lied te schrijven. Weet je, iets tastbaars te maken. Dat is ja, mijn manier dan. Is jouw manier. En dat heb je super goed gedaan. Dat is echt ook een nummer wat mij als type 1er zelf ook raakt. Zo van innocent child. Daar begin je eigenlijk mee. Hey, kind, zo van jemig. Dan krijg je die boodschap en het is voor de rest van je leven. Maar ik vind het verhaal in het nummer. Ga vooral luisteren, mensen. Noem het even af. Want hoe heet jouw nummer? Wind underneath your Yes. wings. Spotify. Hè? Ja. Het staat overal. Wind underneath your wings. Het verhaal wat je erin vertelt, zo van, nou ja, waar je begint met kind, wat krijgen we allemaal op ons af en wat moet je veel voor de rest van je leven? Maar dat je hem eigenlijk met steun, met wind onder zijn vleugels het leven in hoopt te sturen. Dat Dat is klopt, ja. ja? Dat is Dat het. is het verhaal inderdaad. Het is een soort van een drie-fase verhaal. En het begint dan bij het verdriet. Hè? Ik weet ook nog dat Mick bijvoorbeeld echt in eerste instantie zo'n ja, een beetje vol ongeloof ziet. Waarom ik? Waarom? Wat heb ik gedaan? Waarom krijg ik dit nu? Waarom, weet je, dat ja, het besef van ik heb dit nu gewoon zo keihard voor mijn voeten gekregen, maar waarom? Waarom ik? En dan huilen, natuurlijk verdriet. En dan die tweede fase is van, nou oké, okay, we moeten er iets mee, hè? Je moet door, want ja, je kunt het blijven treuren, maar daar schiet niemand wat mee op. Dus je moet door. En dan de derde fase is eigenlijk de beste fase, dat je je vleugels weer uit kunt spreiden en dat je een vlaag wind onder je krijgt en dat je, weet je wel, met je nieuwe manier van leven de toekomst ingaat en Yes. nog steeds gewoon een gouden toekomst kunt hebben, zeg maar. Ja. Het idee. Super mooi. Hoe gaat het met Mick trouwens? Ja, toevallig is hij vandaag wat ziekig, helaas. Ja, heel Ja. veel mensen. Er hangt iets van griep in de lucht, volgens Ja, mij. precies. Oh ja. Ja. Ik gaf al aan dat heel veel klasgenootjes ziek waren. En dan Ja. kom je er toch ook wel achter. Ik weet niet of jij dat ook zo hebt ervaren in jouw type 1 leven. Dat je toch net wat vatbaarder bent vaak. Als er iets heerst of zo. Tenminste, bij Mick merken we dat wel. Dat hij net iets vatbaarder is en toch wat sneller ook zo'n verkoudheid of een griepje oppikt, zeg maar. Ja, en Helaas. wat ik ook alweer denk, en misschien herken je dat wel, dat zullen heel veel mensen met die. Wij zijn natuurlijk ook, we gaan altijd maar door, zeg maar. Altijd maar doorgaan, want het niet helemaal lekker voelen, dat kennen we wel. Dat kennen we goed genoeg Ja. van die bloedsuikers de hele dag. Dus dat als je dan iets eroverheen krijgt, dat het dan wel iets harder, zodat je denkt: ah oh shit, nu ben ik wel echt even knock-out. Dat. Iets meer dan dat. Yes, ja. Maar over het algemeen ja, gaat het wel goed, moet ik zeggen. Dus hij managt het heel goed. Wij zijn ook super trots op hem, hoe hij hiermee omgaat en hoe hij ermee dealt. Ja, dat gaat steeds beter. En we hebben wel heel veel vertrouwen in dat hij dat zelf op een gegeven moment ook heel goed. Als hij natuurlijk wat ouder is en de deur uitgaat, en dat hij dat hartstikke goed gaat managen dadelijk. Dus, Yes. Hey, van eigenlijk een kutdiagnose, ik noem het maar gewoon zoals het is. Staan we met elkaar 14 november gewoon in de Nieuwe Noord? Ja. Want jullie foundation, het is tof, de Winkler Wings Foundation, lieve mensen. Eigenlijk om het nummer wat je hebt geschreven voor jezelf, maar al die anderen met type 1, maar vooral om je zoon Mick even in het licht te zetten daarin. Heeft geleid tot een foundation. En jullie hebben gedacht, nou, als we dan toch dat nummer hebben en nu ook de foundation, wat kunnen we daar dan mee doen? Ja. Neem ons even mee. Wat hebben jullie voor 14 november georganiseerd? Nou ja, we hadden zoiets van, oké, okay, als het muziek gerelateerd is, kunnen we daar iets mee. Toen ja, we waren ik weet, een middag aan het wandelen en met elkaar. En toen bedachten we van, nou, misschien moeten we een festival organiseren. En dat de inkomsten daarvan allemaal naar de goede doelen gaan. In dit geval gaat alles naar Diabetes Plus. En hoe gaan we dat aanpakken? Nou goed, dan ga je bij je eigen netwerk even kijken van wie kan ik benaderen. En ik heb natuurlijk, ja, ik draai al een tijdje mee als muzikant, zeg maar. Dus dan heb je ook wel wat goodwill gekweekt inmiddels. En toen hebben we in eerste instantie natuurlijk de Nieuwe Noord benaderd om te kijken of zij open stonden voor een samenwerking.
Nou, we kregen wel echt een hele positieve reactie, want wij mogen de zaal dus volledig gratis gebruiken. We hoeven daar geen Ja, dat... zaalhuur voor te betalen. Echt, hè? Ja. Shout-out naar de Nieuwe Ja, Noord. nee, Echt absoluut. heel tof. Absoluut. Want Ja, zonder hun ja. namen was dat echt een stuk lastiger geworden. En het grote voordeel is dat de Nieuwe Noord een zaal is met heel veel faciliteiten. He, dus je kunt daar heel makkelijk met meerdere bands gaan spelen, omdat het wisselen tussen bands heel soepel kan lopen, omdat daar de faciliteiten voor zijn. Dus alles is perfect ingericht in die zaal. Het geluid is heel erg goed. Nou goed, en dan heb je een zaal en dan moet je natuurlijk bands hebben. En dan moet je iedereen natuurlijk benaderen om te vragen of zij bereid zijn om hier aan mee te werken. Zonder vergoeding natuurlijk, want we willen natuurlijk al het geld dat binnenkomt naar jullie laten gaan. Nou, en dan ben ik in. Natuurlijk ga je in je netwerk kijken. Ga je kijken hoe je dat voor elkaar krijgt. Nu hebben we inmiddels 3 bands in de grote zaal. We hebben 3 acts op het singer-songwriter podium. Dus we hebben al totaal 6 muzikale acts die deze avond komen opluisteren. We hebben nog een hele leuke toevoeging. Dat zijn de Disco Boys. Dat is een DJ-act die zeg maar tussen het opbouwen nog hele leuke plaatjes draaien en voor veel fun en lol zorgen. We hebben een kunstenares uitgenodigd. Dat is Wendy Lewens. Zij maakt kunst van ja, al die bergen afval die ik niet te vertellen iedere week heb. En zij gaat een expositie houden tijdens het festival. Dus ja, het wordt een heel breed. Ja. Een heel avond met heel veel invulling. Ze kunnen eigenlijk alle kanten uit. Dus dat is Het heel erg wordt leuk. een avond feesten Ja. met aandacht op nou, de awareness. Hè. Daar heb ik niet echt een heel lekker Nederlands woord voor, maar om aandacht te vragen en te geven aan type 1 diabetes. En dat wordt echt, maar echt ook echt met toffe bands. Ja, Toch? nou, we hebben een hele leuke, fantastische band die heet Back to Back. Zij spelen, ze zijn eigenlijk een status quo tribute. En de zanger-gitarist van die band heeft ook een dochter met diabetes type 1, dus er zit ook weer een link. We hebben een van de managers bij Medtronic, is een collega van mij, die speelt in een hele toffe Anouk tribute band. Die heet Anouk Experience. Die komen. En ja, dan ga ik natuurlijk met mijn eigen band spelen. Dat mogen duidelijk zijn. Dus de Rolling Beatles hebben Acte de Présence die avond. Dan op het singer-songwriter podium hebben wij Bolton en Jeninga. Hartstikke leuk trio is dat. Vader en zoon met de vriendin van de vader. Die met z'n drietjes eigen werk spelen. Heel erg leuk. Dan hebben we Damien van Elburg. En als je hem ziet, dan denk je echt serieus dat je naar de reïncarnatie van Johnny Cash bent aan het kijken. Dat is Serieus? onvoorstelbaar. Dat is echt supergoed. Oh, dan ga ik mijn moeder En ook uitnodigen, Kas. zou ik zeker doen, zou ik Ja. zeker doen. En nu hebben we ook nog Lotte Walda mogen toevoegen, sinds Ja. kort. Zij is ook echt heel erg hard aan de weg aan timmeren. Schrijft allemaal haar muziek, allemaal zelf. Heeft inmiddels al behoorlijk wat albums uitgebracht. Zeer recent nog een album op vinyl uitgebracht. Zij reist de hele wereld over om haar muziek te promoten. En zij is ook van de partij. Dus zijn we erg blij mee. Ja, echt complimenten, man. Ja. Echt tof. Het is goed om mensen te kennen, hè? Het is goed om mensen te Ja, kennen. En, dat helpt wel. ja. En jullie hebben het gedurfd. En naast dit fantastische, nou ja, het wordt dus echt een avond vol muziek en vol feest. Ook nog een fantastische loterij gaan we doen, hè, waar mensen echt serieus. Serieus toffe prijzen kunnen Ja, winnen. Dus ja. dat is ook dat gaan we nog doen. Ja. Ik vind het fantastisch. Ik vind het echt wat een en wat een eer, lieve Ralf, dat jullie dit voor ons, voor Diabetes Plus Ja. gaan doen en hebben georganiseerd. Nou ja, wij voelen wel een sterke connectie met jullie, moet ik eerlijk zeggen. En wij voelen ons heel erg gemakkelijk. We merken ook bij jullie dat jullie het komt van zo'n goed hart wat jullie allemaal doen.
En jullie zetten je daar zo goed voor in. En het is allemaal zo puur en echt. En dat voel je aan alles. Dus voor ons was dat eigenlijk een makkelijke keuze om ervoor te kiezen om dat met jullie samen te doen. Absoluut. Dat vind ik top. Ja. Dat vind ik tof. Wat ook nog leuk is om te vermelden, is dat we Ja. hebben natuurlijk het lied Wind Underneath Your Wings. Het is natuurlijk nu uitgebracht, Ja. hè? Het is overal te luisteren. Maar het is nog steeds niet te zien, zeg maar. En we hebben ook een videoclip opgenomen. En dat wordt een hele bijzondere clip, want er spelen dus 10 diabetes type 1 patiëntjes in mee. In de clip. We hebben zelf ook nog niet gezien hoe het er daadwerkelijk nu uit komt te zien. Dat is een bedrijf, Upendi heette zij. Ze hebben zich ook volledig belangeloos ingezet en doen dit helemaal gratis voor ons. Wauw, hè? Ja, is ook echt fantastisch. Ja. En op 14 november is de première van de videoclip. Dus op Ik ga groot maar niet tijdens scherm het festival. Ja? tijdens het Oh, festival. tof. Ja. Tof. Ja. Echt heel erg tof. Hey, het wordt gewoon een avond waarvan je achteraf iedereen zei: shit, daar had ik bij moeten Ja, zijn. Toch? dus ja, je hebt nu nog de kans om erbij te zijn. Dus Nu kan het nog. ja. Hey, even, want we kregen al vragen. Hoe gaat het met de kaartverkoop trouwens? Ik heb dat heel eerlijk gezegd, het is pas een week Ja. online. Ik heb nog Ah. niet heel veel zicht daar nu op, want het is niet zo dat we een teller hebben waarin dat kunt zien. Dus we zouden dat Nee, eens een dat keer aan de snap ik. nieuwe loon Ja. moeten vragen. Dus ik heb echt geen zicht op. Ja, we proberen natuurlijk, ik bedoel, we willen natuurlijk volle bak hebben, want hoe meer mensen binnen, hoe meer geld er gewoon naar jullie Yes. gaat. Dus dat is wel Ja. echt de bedoeling. Dus Ja. koop En het alsjeblieft is kaart. ook een, ja, en kom vooral ook met familie, met vrienden en Zeker. neem mensen mee, hè, want het wordt echt een supermooie dag. En op 14 november, Werelddiabetesdag. Dus wil je ook jezelf met type 1 nou eens lekker in het middelpunt zetten die avond? Kom dan vooral en neem heel veel mensen mee om met elkaar gewoon een avond te feesten en aandacht te hebben voor type 1 diabetes. Dat is echt top. En trouwens, Hey. één heel belangrijk ding ben ik vergeten van Oh. deze avond. Want we hebben ook een fantastische presentatrice deze avond. Wist je dat, Wietske? Nou, Wietske gaat dus de Ja. presentatie doen op deze avond. Daar zijn we ook heel erg blij mee. En ik weet zeker, als iemand dat goed kan, is het Wietske wel. Dus Ja. daar zijn wij ook heel blij mee. Super lief, Ralf. Ja, ik voel een nieuwe carrière aankomen. Ja, ook niet. Ik ga gewoon bands aan elkaar lullen. Nee, het is een grote eer dat jullie ook dat en mij daar op het podium bij willen. Ik zal het met heel veel liefde en heel veel hart en heel veel plezier gaan doen. Dus lieve mensen, koop vooral je kaarten. We vinden het super gezellig en super fijn als jullie daarbij zijn. Prachtige prijzen, ook te winnen in de loterij, maar ook een avond met elkaar zijn. Dat vind ik ook. Dan heeft al dat stomme van type 1 diabetes, Ralf, heeft toch ook nog een positieve plus, zoals wij Ja, dat ik dan denk altijd moeten zeggen, toch? precies, zo kijken wij daar ook naar. Dat is ook de reden waarom ook het lied, waarom het nummer heb geschreven, waarom je. Ik bedoel, het is een kutsituatie, laten we het maar gewoon zo noemen. Maar ja, je kunt daarin blijven hangen, maar je kunt ook je schouders eronder zetten en kijken dat je daar gewoon toch echt een hele positieve lading uit kunt halen. Nou, dat is de insteek van ons, Dat zeg maar, en onze stichting. is het. Yes. 14 november, lieve mensen, in Heerlen. We krijgen allemaal berichten van mensen uit het noorden van het land. Oh, hoezo zo ver? Dat is ook heel Nederlands, hè? Wij Ja, vinden het precies. altijd heel Ja. ver. Ja, Maar, ik heb dus bij Medtronic heel veel Amerikaanse collega's. Hè? Ik werk heel veel met ja. Amerikaanse collega's samen. En als je tegen hun zegt van, nou ja, het is 2 uur rijden. Dan zie je sowieso, het is toch naast de deur? 2 uur rijden, wat is dat dan? Weet je Ja, wel? daarom. Fantastisch moment ook om overal uit het land met je partner, met je vrienden, maak er gewoon een paar lekkere dagen Limburg van, lieve mensen. Ja, ik kan het niet meer aanraden, Yes. want Ja. plak er nog een lekkere wandeltocht Ja. in het Heuvelland aan vast, want het is prachtig. Limburg is Prachtig. mooi. Donderdag, 14 november. Winkler Wings Foundation, typisch fest, hè? Typisch met een eentje erin. Een Yes. heel festival, een hele muziekavond, maar met singer-songwriters en bands en allemaal in het teken voor type 1 diabetes. En alle opbrengsten gaan naar Diabetes Plus. Nou, het is echt
Met grote en dankbare dank, lieve Ralf. En Angeles moet ik er ook niet in vergeten. Nee, nee, nee. Die, sterk achter, hallo. Die is heel sterk achter de schermen. Absoluut. Dus dat is ja, fantastisch. Ja, zij precies van, ga jij maar voor de camera, ik achter de camera. Doe ik het erachter. Goed duo zijn jullie. Met Mick erbij natuurlijk. Ja. Met Mick erbij. Kaarten, lieve mensen, zijn te krijgen. Ik noem hem even. Ze staan in onze link in bio. Kom je op de pagina van de Nieuwe Noor. Je kan ook naar de Nieuwe Noor, toch? Daar staat het op de agenda, ja. Walt. En zijn er nog andere? Via nieuwenoor.nl kun je staan er ook op de agenda. Ja. Dat kun je ook krijgen. Via Winkel Wings Foundation kun je kijken op onze face, op onze socials. Dat zijn allemaal links naar, naar het evenement. En het moet lukken om dat te vinden. 350 mensen kunnen in die zaal. Dan gaan we flikken ook met elkaar, toch? Daar gaan we voor. We gaan er echt voor. Yes. Lieve mensen, koop jullie kaarten. Neem breed mee. Familie, vrienden, buren. Echt iedereen is welkom. Neem mensen mee die weten hoe het is om een goed feestje te bouwen. Want dat gaan we doen met elkaar. Ja. 14 november in Heerlen. Ja. Kijk er naar uit, Ralf. Wij ook. We hebben er heel veel zin in. Het is nog even hard werken om, om de zaal helemaal vol te krijgen. We gaan er helemaal. Wat we nu ook doen. Angeles heeft vandaag voor het eerst een post geplaatst met waar ze de eerste artiest voorstelt. Dus iedere week stellen we een artiest voor. Die in de line-up staat. Dus je zult het nog wel vaker voorbij zien komen allemaal. Hartstikke goed. Een type 1 festival. En waarom alleen voor type 1 diabetes? Ingrid, vraag je nou. Ja, Diabetes Plus zet zich in voor mensen met type 1 diabetes. En jullie zoon, hè? Ralf, ja. Heeft type 1 diabetes. Dus wij willen vooral aandacht geven. Weet je, er zijn meer dan 1 miljoen mensen in Nederland met diabetes. Maar daarvan hebben er maar 120.000 type 1 diabetes. Dus het is een aandoening voor een relatief kleine groep. Maar wel het is een hele intensieve aandoening. Dus hoe meer aandacht er voor type 1 diabetes komt, hoe beter. Maar je hoeft geen type 1 diabetes te hebben om te komen, hoor, Ingrid. Dus je bent van harte welkom. Van harte welkom. Zeker. Yes. Hey, kaartjes via link in bio, via de Winkler Wings Foundation. Of ga even naar de website van de Nieuwe Noor. Ja. En hopelijk tot 14 november in Heerlen allemaal. Ja. Dankjewel. Yes. Oké. Okay. Bedankt, hè. Bedankt. Dag al. Tjus. Doei.